Magnetische flux is een grootheid die aangeeft hoeveel magnetische veldlijnen er loodrecht door een oppervlak gaan. Dus stel dat we naar deze situatie kijken en we houden een winding er zo in. Als je nu gaat tellen hoeveel veldlijnen er door die spoel heen gaan, kom je precies uit op 0. Want die winding staat parallel aan die veldlijnen, dus geen enkele veldlijn zal door die winding heen wijzen. Dus in dit geval is er geen flux. Gaan we nog naar twee situaties kijken. Eén situatie waar die winding een beetje zo schuin staat. Nou, in dit geval, je kan het ook zien, loopt er één veldlijn door die winding heen. Is natuurlijk een voorbeeld. Maar je kan bedenken, dat is een soort van kleine flux. Loopt een klein beetje door die winding heen. En in dit geval hier, die winding staat precies mooi loodrecht op het magnetische veld. Maar steekt een beetje uit buiten de magneet. Dus in beide gevallen hebben we sprake van een kleine flux. Ten slotte, stel dat we een magneet hebben, zelfde magneet. En we houden nu die winding keurig loodrecht op die magnetische veldlijn en geheel in die magneet, dan hebben we een grote flux. Je kan het een beetje vergelijken met, stel dat je een waterton en het regent en je wil er zoveel mogelijk water in hebben, hè, ook blauw, ook van boven naar beneden, dan moet je hem gewoon rechtop neerzetten. Als je hem horizontaal op de grond legt, komt er geen enkele druppel in die ton, tenzij het waait. Als je hem schuin zet, komt er een beetje regen in die ton. En als je hem half onder een aftakje zet, ja, dan zit maar een klein deel van die ton in die regen, dus komt er ook maar een beetje. Deze grootheid, magnetische flux, geeft aan hoeveel magnetische veldlijnen er loodrecht door een oppervlak heen gaan.